en Grietje zijn net thuis. Ze zijn de hele middag bij hun oma geweest. Ze is een hele aardige oude dame. Iedere keer dat ze haar bezoeken, geeft ze hen een zak heerlijke snoepjes om te delen. En vandaag was het niet anders. Ze zijn heel goed in het delen van hun snoepjes. Hans neemt er eentje, dan neemt Grietje er eentje, totdat er nog maar één spekje over is. Hans weet bijna zeker dat die van hem is, maar Grietje denkt dat die van haar is. Ze weten dat ze geen ruzie zouden moeten maken over het laatste snoepje, maar ze zijn gewoon te lekker. Het zakje scheurt in tweeën en het spekje vliegt door de lucht en valt op de vloer. Het rolt en rolt precies in een muizenholletje. Spekjes zijn Grietjes favoriete snoepje. Ze is niet van plan het zo makkelijk op te geven. Ze steekt haar hand in het muizenholletje om het te vinden. En terwijl ze dat doet, gebeurt er iets heel vreemds. Het muizenholletje begint te groeien. Groter en groter. Totdat er precies genoeg ruimte is voor Hans en Grietje om naar de andere kant te kruipen. Misschien vinden ze het verloren spekje toch nog. Hier achter de plint is een plek waar ze alleen maar van konden dromen. Ze hebben veel meer gevonden dan maar één spekje. Hans en Grietje vullen hun zakken met zoveel mogelijk snoepjes. Het is helemaal niet nodig om te delen. Er is genoeg voor allebei. Hans en Grietje kauwen op kleverige toffees en verslinden zoete spekjes. Het smulbos is gevuld met alle soorten snoep die je maar zou willen. Al snel zitten Hans en Grietje erg vol. Ze eten langzamer en langzamer, tot er niets meer in hun buiken past. Hun handen zijn plakkerig en hun wangen zitten onder de chocola. Ze rusten even uit onder een boom van aardbeienveters. Hans plukt wat veters van de takken en doet ze in zijn zakken voor later. Het duurt niet lang voordat ze door hun volle buiken in een diepe slaap vallen. De dauwvee is heel gechoqueerd dat het smulbos zo'n chaos is. Overal zijn happen uitgenomen. Ze volgt het pad van snoeppapiertjes om erachter te komen wie dit kan hebben gedaan. Hans wordt wakker. Iemand kietelt zijn neus. Het is de dauwvee. Ze ziet er erg boos uit. Kijk nou eens wat je met ons bos hebt gedaan, zegt ze. Het spijt ons, zeggen Hans en Grietje. De dauwvee zegt dat de snoepjes voor iedereen bedoeld zijn. Als je gewoon een klein beetje neemt, is er genoeg over voor alle wezens die in het bos leven, zegt ze. Hans en Grietje beloven dat ze nooit meer zullen eten dan hun deel. De dauwvee wijst naar een heel vreemd uitziend huis. En het belangrijkste is, zegt ze, dat je nooit, echt nooit een hap mag nemen van het peperkoekenhuisje. Het is heel makkelijk om te verdwalen in het bos. Dus de dauwvee geeft Hans en Grietje een fluit van snoep. Als ze ooit in de problemen komen, kunnen ze fluiten en zal zij ze komen helpen. Kijk eens hoe laat het is. Ik moet de rest van het bos wakker gaan maken, zegt de dauwvee.
Hans en Grietje zwaaien haar gedag. Peperkoek is hun favoriete snoepgoed. Anders nemen we gewoon een heel, heel klein hapje peperkoek. Niemand hoeft het te weten, zegt Hans. En ze huppelen naar het peperkoekenhuisje. Het peperkoekenhuisje is groter en mooier dan Hans en Grietje zich ooit hadden kunnen voorstellen. Het is niet alleen gemaakt van peperkoek, maar het is van boven tot onder bedekt met heel veel verschillende soorten heerlijk snoep. Hans en Grietje nemen wat van de lekkere peperkoek. Eerst nemen ze allebei een klein hapje. Het is zo zalig. Ze weten zeker dat niemand het erg zal vinden als ze nog wat nemen. Maar ze blijven eten en eten en eten tot de deur van het huisje openkraakt. Een heel vreemd uitziende heks staat in de deuropening. O jee, Hans en Grietje zijn in de problemen omdat ze van haar huisje hebben gegeten. Maar de heks lijkt niet boos. Ze is aan het lachen. Hallo, lievelingetjes, zegt ze. Kom binnen. Ik heb nog veel meer snoepjes voor jullie. Hans en Grietje weten wel dat ze eigenlijk geen snoepjes aan mogen nemen van een vreemde oude vrouw. Maar ze zien er zo lekker uit. Misschien is het ook wel onbeleefd om te weigeren. De snoepjes smaken zo goed. Hans en Grietje kunnen het bijna niet geloven. Dan bang! Een kooi stort over ze heen. Ze zitten gevangen. Arme Hans en Grietje, ze zijn vreselijk bang. Heel goed, zegt de heks. Ik heb kinderen nodig die mijn snoepjes kunnen proberen voor ik ze op de markt kan verkopen. Eerst denken Hans en Grietje dat het wel meevalt. Ze vinden het niet erg om vast te zitten in een kooi, als dat betekent dat ze heerlijk snoep kunnen eten de hele dag. Maar na een tijdje worden ze toch een beetje misselijk. Ze kunnen gewoon niet meer snoepjes eten. Hans vertelt de heks dat ze nu toch echt naar huis moeten. De heks kakelt. Je kan niet naar huis, zegt ze. Wat moet ik dan eten bij het ontbijt? De heks roert in een grote, zwarte, borrelende pot met een lange houten lepel. Jullie moeten alleen even in deze pot springen, zegt ze. Hans en Grietje willen niet worden opgegeten, dus Hans blaast heel hard op de fluit van snoep. De dauwvee hoort het speciale fluitje. Ze rent helemaal naar het peperkoekenhuisje. Er is van gehapt en gebeten. Ze weet dat dat maar één ding kan betekenen. Arme Hans en Grietje, fluistert ze. Ze staat op haar tenen en tuurt door het raam. De arme dauwvee is heel bezorgd. Ze weet wat de heks het liefste eet bij haar ontbijt. En dat is geen pap. De dauwvee zwaait met haar toverstok. Druppeltje van dauw, doof het vuur en gauw. Fluistert ze. Honderden en duizenden kleine dauwdruppeltjes fonkelen door de lucht en landen op het vuur. Het sist en knettert en de vlammen doven zo waar. De heks is heel boos. Ze probeert het vuur weer aan te wakkeren, maar de dauwvee blijft met haar toverstok zwaaien en dooft het vuur. Hans herinnert zich de aardbeienveters in zijn zak. Als de heks niet kijkt, binden Hans en Grietje zoveel mogelijk veters aan elkaar. Er wordt op de deur geklopt. Wie kan dat zijn? Zegt de heks nors. Ze houdt niet van bezoek. De heks opent de deur. Ze kijkt overal, maar er is niemand. Terwijl de heks blaast en puft, gooit Hans de ketting van aardbeienveters als een lasso over de sleutel. Hij sleept hem voorzichtig over de vloer naar ze toe. Grietje pakt de sleutel en opent de kooi. Ze zijn eindelijk vrij! De heks is zo boos dat ze een slechte toverspreuk over ze uit wil spreken. Maar haar toverkunst werkt niet. De dappere dauwvee redt ze precies op tijd. Ze helpt Hans en Grietje om de heks in de kooi op te sluiten.
Ik laat je er pas uit als je belooft om lief te zijn, zegt de Dauwvee. O jee, de heks zal nog lang opgesloten zitten als ze zo door blijft gaan. De Dauwvee wijst de weg door het bos terug naar het muizenholletje. Hans en Grietje worden al misselijk als ze alleen maar naar het snoep kijken. Ze bedanken de Dauwvee dat ze hen heeft geholpen om van de gemene oude heks te ontsnappen voordat ze door het muizenholletje terugkruipen. Hans en Grietje zijn weer thuis, gezond en wel. Ze voelen zich heel stom dat ze zo vochten om het laatste snoepje. Ze pakken de verscheurde papieren zak op. En je zal het niet geloven, maar daarin zitten 2 spekjes voor allebei 1. Maar ze hebben helemaal geen zin om snoep te eten. Ik denk dat ik de mijne bewaar voor later, zegt Hans. Veel, veel later, zegt Grietje. Ze beloven plechtig om nooit meer zoveel snoepjes te eten.